Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. En aan het einde van ons programma eindigen we altijd met bedankjes. En dan bedanken we altijd PQR voor de hosting van de website. Marijke Casius, daarmee bedanken we iedere week jou. Maar een goede aangelegenheid om wat meer kennis te maken met wat jullie doen. Hosting van de website is natuurlijk een mooi begrip, maar stelt eigenlijk ook niet zoveel voor. Wat doen jullie? Wij maken rust. Maken rust? Ja. Nou, die hebben wij wel nodig. En hoe doen jullie dat? Nou, het is een werkwoord, maken van rust. En wat wij ermee zeggen is dat waar je mee bezig bent als bedrijf, is je hebt je focus op andere dingen dan de IT. En als het hele IT-stuk wegvalt, het doet er niet meer toe, zoals wij het noemen. Het werkt gewoon. Het werkt gewoon en het blijft werken. Dan heb je rust. Dan heb je rust over je IT en over alles wat daaronder zit. Nou. Hey, vaak is het probleem van rust dat het op een gegeven moment vanzelfsprekend wordt. En iets dat vanzelfsprekend wordt, is eigenlijk best moeilijk om te gelden te maken. Zeg maar. Hoe zorgen jullie ervoor dat je zowel rust brengt als mensen laat snappen dat geld waarde vertegenwoordigt? Dat is iets waar we vaak tegenaan lopen. Ja. Als het werkt en je hebt ons niet nodig, want het loopt gewoon door, dan denk je, waar betaal ik aan? Het werkt en wordt er wel wat aan gedaan. En als het stuk is, dan denk je, waar betaal ik aan? Want het is stuk. Dus je bent altijd soort in een balans. Maar we willen wel dat het werkt. Want het bijvoorbeeld telefonie en je laptop, je wil gewoon dat het altijd werkt. En juist door ook te laten zien wat wij dan doen om het te laten werken, is een onderdeel daarvan. Dus proactief beheer, zorgen dat de patches en de updates draaien, dat soort zaken. En daar ook over te communiceren. Ja. Dat is een heel belangrijk. Jullie geven rust, dus jullie ontzorgen bedrijven. Ja. En nog even dat woord gebruiken we niet meer, hè, ontzorgen. Oh, nee, dat mag niet. Oké. Okay. Jullie geven rust. Ja. Nou, dat is ook goed. Ja. Dat is ook goed. Ja. Hosting is voor mij ook een beetje een ouderwets woord. Kun je uitleggen wat voor dienstverlening jullie eigenlijk hebben? Want behalve het hosten van websites. Ja, nou, precies. We noemen het managed services. Wat wij doen bij PQR is operate, build, design. En dus eigenlijk het hele scala, het hele stuk. Dat is een keten die start bij het advies geven. Over van hoe wil je heel je infrastructuur geregeld hebben. Maar welke infrastructuur? Want alles rondom de werkplekken. Dus alles dus ook maar het hele stuk backend rondom de werkplekken. Dus dat is kantoorautomatisering, printer, storage, backup. Dus eigenlijk alles wat daaronder ligt. Alles rondom Office 365, Azure. Dus de transformatie naar de public cloud daarbinnen. Dus het hele scala daarbinnen. En dan start het bij advice. Dus hoe wil je het hebben? Vandaag, maar ook morgen. Want het gaat natuurlijk ook richting innovatie. Waar gaan we naartoe? Het operate, dat is dus het implementeren ervan. Je wil het op een gegeven moment ook, moet het natuurlijk ook ingericht worden. En het moet beheerd worden. En dat beheerstuk is de operate kant. Dus vanuit dat scala. En daarmee, Als ik daarover nadenk, is er natuurlijk de afgelopen 10 jaar sinds wij dit programma doen ongelooflijk veel veranderd. Waar vroeger bedrijven zelf een serverparkje hadden, of dat misschien bij jullie deden, heb je nu natuurlijk inderdaad de cloud. Zij noemen het Azure, je hebt Amazon, je kunt er een tal van plekken. Public cloud. Ja. Je kunt met een klein bedrijf kun je gewoon nog met een paar Dropbox-accounts al heel aardig uit de voeten. Wat is nog de toegevoegde waarde in deze tijd dat eigenlijk je overal managed services hebt? Ja. Voor alle soorten van dienstverlening. Maakt niet uit, ik heb jullie niet nodig om Office 365 te nemen. Ik kan mijn cloud storage zelf regelen. Ik kan een CRM-systeem hosted afnemen. Ja. Ik kan een nieuwsbriefsysteem doen. Ik kan mijn website hosten. Waar heb ik jullie nog voor nodig? Kijk, je kan dat allemaal zelf doen, maar gaat het dan efficiënt? Gaat het dan gestructureerd? En dan werkt het misschien vandaag, maar werkt het morgen of volgend jaar ook nog, als je bent gegroeid. Maar is het mooie van die SaaS-producten dat ze altijd geüpdate worden? Het soort klant, zeg maar, dus in het soort klantsegment waarin wij voornamelijk zitten, publiek overheid, semi-overheden, onderwijs, zorg, kijk, dat soort segmenten, daar kan je dat niet zelf
zeg maar, even in de cloud zetten. Ja. Dat moet je echt wel managed doen en dat moet je op een hele efficiënte manier doen, want anders dan verstook je al je geld door een bepaalde keuze die... Kijk, er verandert zoveel zoals je net al aangeeft en juist dat veranderde element, wij weten wat er verandert. Wij hebben experts die precies weten hoe het werkt en ook hoe het morgen werkt. Dus kunnen dat ook weer meenemen in de innovatie en in hoe je, nou ja, hoe alles geserviced moet worden. Want je zegt van de gebieden waar de meeste van onze klanten zitten, overheid, semi-overheid, onderwijs, dat zijn de gebieden waar jullie... Zorg, ja. Grote bedrijven, ja. Grote instellingen. We hebben natuurlijk een verschillend scala aan werkplekken, maar ook al grotere overheden, ja. Ja. Nee, wat meten. Hebben deze allemaal specifiek? Is voor hun allemaal het privacy stuk? Een van onze pijlers is SpaceHub. En wat daar eigenlijk in gebeurt, is je hebt een trechter met een aantal onderdelen. Dat kan performance zijn, dat kan bijvoorbeeld security zijn, privacy, wetgeving en dergelijke. En dat zorgen wij ervoor dat op de juiste plek komt te staan. Is dat een on-prem of is dat juist in de public cloud? On-premise, dus op hardware gewoon. Dus zeg maar het hardware platform zoals we dat kennen en kenden. En daarnaast dus de public cloud. Dus alles met Amazon, Google, noem maar op, Azure. Dat scala, hoe we dat neerzetten en hoe we dat kunnen... verdelen. Kijk, als je dan vraagt van wat is daar het verschil in? De overheden hebben over het algemeen heel veel te maken met legacy. Oftewel systemen die wat ouder zijn. Of een heel breed scala aan verschillende applicaties die allemaal moeten blijven werken. Maar niet allemaal altijd helemaal mee zijn gegaan in alle innovaties die er op dit moment zijn. En juist omdat wij die markt zo goed kennen, kunnen we die transitie naar de cloud, want alles wordt versaast, alles gaat daar naartoe, kunnen wij ook bewerkstelligen. En soms duurt dat een aantal jaren, misschien duurt dat voor bepaalde klanten nog wel tientallen jaren, maar juist die aftakking kunnen wij daarin goed servicen, door op basis van onze ervaring ook. Ja, hey, jullie spreken meer bedrijven, overheden, et cetera, dan wie dan ook. Als ik op allerlei terreinen dingen volg, dan gaat het over de transitie. Bedrijven moeten van bedrijven zoals ze vroeger waren, moeten ze de digitaliseringsslag maken, et cetera. Wat leren jullie daarvan? Hoe ver staan we in de wereld van de digitalisering? Hoe ver zijn bedrijven? Ja, hoe ver zijn we? Dat is een hele mooie vraag. Als je dat 10 jaar geleden had gevraagd, hadden we dan gezegd waar we vandaag waren. En wat je weet nooit wat je niet weet en wat er nog gaat komen. Maar wat we wel weten is dat het snel verandert en dat je daarin mee moet. En dat je daar dus ook onderdeel van uitmaakt. En omdat met elkaar te verbinden. Kijk, het moet niet ook in de toekomst werken, het moet ook vandaag werken. We brengen juist vandaag ook die rust. Vandaag moet het werken en wij zorgen ervoor dat het de komende jaren ook werkt. En wat er allemaal nog gaat komen aan digitale transformatie en waar we staan en waar we op uit gaan komen, dat gaan we wel meemaken. Als je... mensen werken natuurlijk bij die overheden, in het onderwijs, ze werken natuurlijk allemaal met computers, et cetera. Dat moet natuurlijk allemaal werken. Maar als ik op jullie website kijk, dan zeggen jullie ook... Een van onze thema's is ook innovatie. Hoe innoveren jullie samen met jullie klanten? Hoe zetten jullie nieuwe stappen? Ja, nou, een van de belangrijke dingen is echt een partnership, het samen doen. Het efficiënter werken is op dit moment wel een heel belangrijk thema. Kijk, we willen anyplace, anywhere, anytime beschikbaar zijn. De digitale, intelligente werkplek is in opkomst. Wat zoveel inhoudt als dat je via één portal een heel breed scala aan verschillende applicaties kan bereiken. Mm-hmm. Hoe innoveer je daarin? Door constant in gesprek te zijn met je klant, dat gesprek ook gaande te houden. De behoefte van de klant verandert. Wij weten wat er opnieuw op de markt is. En daarin vind je elkaar steeds. Zodat je ook die innovatie meteen kan toepassen. Wat op dit moment bijvoorbeeld heel erg zit in het efficiënte werken. Ja. Waardoor je meer tijd terugkrijgt om weer bezig te zijn met waar het echt toe doet. En waar je op dat moment mee bezig bent als klant zijn. Johan Schaap zegt op Twitter, je had het eerder over de legacy. Hè?
Even kijken, ik haal gewoon twee dingen door elkaar. Maar als je het over die legacy hebt, hè, spelen jullie een actieve rol daarin? Of spelen jullie een passieve rol daarin? Wachten jullie af tot de vragen komen? Of zeggen jullie, wij zitten nu eenmaal, we kennen al die partijen met wie we werken. We weten wat er nu gespeeld. Kijk hier eens naar. Hoe werken jullie als bedrijf? Nou, kijk, passieve is wel dat wij moeten wachten totdat die applicaties mee kunnen. Wij kunnen daar niet altijd invloed op uitoefenen. Wat wij wel doen is aangeven wat de mogelijkheden zijn en op welke manier je daar wel in mee kan. Of op welke manier je nieuwe innovaties kan inzetten die weer andere zaken afnemen. Maar als je bijvoorbeeld een gemeente neemt waar een bepaald paspoort of een manier van paspoorten aanmaken is. Dat kunnen wij niet zomaar veranderen. Maar wat wij wel kunnen doen is zorgen dat dat beschikbaar blijft. Dat op het moment dat dat niet werkt, wel als een bepaalde prioriteit behandelen en daarmee omgaan, met die klant in gesprek te gaan. Wil je daar ook in voorop lopen? Kijk, data is natuurlijk een heel groot onderwerp bij heel veel overheidsinstellingen. En sowieso bij iedereen, denk ik. En het ontwikkelen van nieuwe systemen waardoor je meer met die data kunt. Kunstmatige intelligentie, machine learning, et cetera. Zijn dat dingen waar jullie ook proactief mee bezig zijn, zodat je oplossingen biedt aan partijen waar ze helemaal niet om gevraagd hebben? Is dat hoe jullie in de wedstrijd zitten? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het wel je taak om te verrassen. Is het wel je taak om juist te vertellen wat er in de markt allemaal aanwezig is? Om ook, het is onze taak om die kant van de markt te snappen. Het is de taak van onze. In alle eerlijkheid, een hostingpartij of een automatiseerder zit natuurlijk niet aan tafel bij de directie of in een raad van commissarissen vergadering waar dit soort hele belangrijke keuzes worden gemaakt. Hoe bedoel je qua? Nou, voor een bedrijf, weet je, als jij niet weet wat de toekomst is, dan is het ook moeilijk om erover te beslissen. Hoe opereren jullie in zo'n speelveld? Want ik kan me voorstellen dat je allerlei kansen ziet en ook vaak denkt van, goh, jullie zouden best hierop kunnen innoveren. Hoe opereer je in zo'n speelveld? Nou, je moet in eerste instantie goed kijken met wie zit je inderdaad aan tafel. Want het gesprek gaat ook veel vaker naar de business toe. We noemen dat wel eens van regisseur naar loodgieter. Wat bedoel je daarmee? Naar de business? De business is meer waar het is eigenlijk vanuit de IT de regierol. Omdat het toch wat meer gaat naar dat je een regisseur bent in het geheel, dan dat je echt de loodgieter bent of degene bent die daadwerkelijk aan de knoppen zit. Het schuift toch wel door. En het gesprek gaat ook wat dat betreft op een andere manier wordt dat gevoerd. En ik denk juist dat het heel belangrijk is als je steeds kijkt van met wie zit ik aan tafel, welk gesprek voer ik en wat levert het op. Kijk, ik kan nu een heel ingewikkeld gesprek starten over een database. Ja, daar hebben we niet de juiste gesprekspartners voor. Ik kan wel, weet je, dus je stemt je altijd af op welke insteek je neemt over welke innovaties van toepassing zijn. En waarbij bijvoorbeeld efficiëntie of structuur of de manier van werken bijvoorbeeld een veel betere invalshoek is als we op deze manier aan tafel zitten. Ja, als je naar de toekomst kijkt, welke rol, wat Roland net zei, weet je, welke rol willen jullie als bedrijf spelen? He, als je de meeste partijen, dus de hoger je in de boom begint, he, dan in ieder geval gevoelsmatig voeg je dan het meeste waarde toe. En kun je ook de bedragen die je kunt vragen voor het werk wat je doet, zijn het hoogste. Als je meer naar onderen zit, waar je heel waardevol bent, wellicht, maar in de perceptie niet. Hoe zie jij jullie eigen rol bij bedrijven, organisaties in de toekomst? Nou, kijk, wij kunnen perfect een Teams-implementatie doen. Maar als het bedrijf waar we dat doen niet kan werken met Teams en niet weet hoe het werkt, niet op de juiste manier de documenten kan sharen of het op de juiste manier doet, oftewel je adoptie naar de eindgebruiker toe doet, dan heb je wel je technische taak vervuld, maar je hebt niet je taak vervuld om juist die klanttevredenheid omhoog te krijgen. Ja. En die klanttevredenheid, dat is de eindgebruiker. Dat is degene die ook daadwerkelijk ermee mee werkt. Ja. En dat is niet het gesprek met die hoog in de boom, want die werkt op een hele andere manier daarmee.
Dat is juist ook veel dieper de organisatie in. Dus ja, je moet dat gesprek op een bepaald niveau voeren, want je moet tot een overeenkomst komen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om die klanttevredenheid. En die klanttevredenheid is bij de eindgebruiker. En is degene die die workspace ook daadwerkelijk gebruikt. En vertel eens iets, als er een klant bij jullie komt, hè, er komt een nieuwe gemeente bij jullie. Hoe gaat dat dan daarna in zijn werk? Die hebben vaak een vergelijkbare vraag. Misschien ook niet, maar hoe gaat het? Je kijkt in eerste instantie wat voor personen werken er, wat de persona stel je op. Dus je kijkt welke soort profielen zijn er werkzaam en wat is de behoefte. En er is een gemeenschappelijk deel wat heel veel gemeenten hebben, maar er is natuurlijk ook een specifiek deel wat echt voor die klant specifiek is. Daar kijk je naar en daar stem je ook je adoptie, zoals we dat noemen in de technische termen, die stem je daarop af, zodat bijvoorbeeld bij een bepaald soort bedrijf is het sharen van data of het werken tegelijkertijd aan een bepaald document een heel belangrijk onderdeel. Wat bijvoorbeeld bij een ander bedrijf weer op een heel ander niveau ligt. En op die manier stel je natuurlijk op de behoeften van die klant ook de adoptie af. Ja. En daarbij kijk je ook wat ze hiervoor hadden. Hoe makkelijk is het om dat nog te blijven gebruiken? Of hoe makkelijk is het om eromheen te gaan werken? En hoe kunnen we dat voorkomen? En hoe kan je echt aantonen dat sommige innovaties misschien even wennen zijn, maar wel een verbetering in het werkplezier kan opleveren bijvoorbeeld. Ja. En op die manier kan je dat natuurlijk goed inschatten. Hoe hard gaan de ontwikkelingen in jullie vakgebied? Is het, soms heb je vakgebied, dan gaat het een tijdje hard en dan krijg je of dingen zijn uitontwikkeld. Hoe zit dat bij jullie werk? Nou, het gaat mega hard. Het is, er komt zo ontzettend veel bij, zo ontzettend veel nieuwe zaken, nieuwe ideeën. En het is aan ons om dat in de gaten te houden, om te kijken waar de markt zich naartoe beweegt. Maar ook om te kijken, om te filteren wat misschien een goed idee is, maar nog niet zo is uitgekristalliseerd, dat we er ook echt iets mee kunnen. Of wat nog niet helemaal past bij het scala wat wij bieden. En ook dat is het stukje rust wat wij brengen. Dat space wat ik net bedoel, daar zitten een aantal modules in. En vanuit die modules, bijvoorbeeld monitoring of backup, kan je afnemen. En wat daaronder gebeurt, is dat wij kijken naar wat het beste is in de markt, wat op dat moment beschikbaar is. En dat ook op die manier aanbieden. En zoals we dat zeggen, je weet ook niet welke ruitenwisser je op je auto hebt, zeg maar. En van welk merk dat is. Maar wij kiezen altijd het beste merk uit. Dus ja, die innovaties en die ontwikkelingen gaan mega hard. Gaat ontzettend snel. Maar wij zorgen ervoor dat jij je daar niet zorgen over hoeft te maken als klant zijnde. Waarom hebben jullie deze, je gaf als voorbeelden, overheid, semi-overheid, onderwijs? Waarom hebben jullie zijn die markten toevallig naar jullie toegekomen of hebben jullie die als een target? PQR bestaat nu 30 jaar en we zijn al 30 jaar actief in die markten. 30 jaar? Ja, 30 jaar. Dus we hebben een ontzettend grote footprint in deze markten. Ja. Zonder focus doe je alles en doe je eigenlijk niks. Dus focus is heel belangrijk. Het is geen toeval. We hebben echt onze sporen daarin verdiend. En daardoor kennen we ook heel goed die markt. En spreken we ook de taal. Ja. En ja, dat is wel iets wat heel belangrijk is. Als je de taal spreekt, dan kan je ook goed luisteren. Er wordt wel veel gefuseerd in het wereldje, ook bij jullie. Jullie zijn op een tijdje geleden met 2ML gefuseerd en onlangs met 5W. Ja. Is het een wereld waarin die consolidatieslag volop plaatsvindt? Of waren dit strategisch? Is het winner takes all wereld? We zaten toevallig net even uit te rekenen. Nu 12 jaar in de managed services. In zeg maar die IT-wereld heb ik ook altijd mijn roots in gehad. Wat je ziet is dat toen kwam het eigenlijk een beetje op. Dat je echt gewoon veel bedrijfjes had die opgestart werden. En op een gegeven moment zie je dan ook weer de tendens dat meer gaat consolideren. Daar zitten we middenin. En de twee overnames die gedaan zijn, dat waren zeer strategische overnames. Enerzijds op het managed services gebied vanuit 2ML en anderzijds echt op security en storage als het gaat om 5W.
Dus dat zijn ontzettend mooie toevoegingen aan het portfolio om die hele keten goed te kunnen bedienen. Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Dat de belangrijkste klanten waar jullie op richten, die willen gewoon één partij waar ze mee dealen. Ja. Die willen niet voor security weer een andere... Nou ja, dat op zich gebeurt dat ook wel, want dat zijn verschillende kabels waar je ook op kan inschrijven. Dus op zich is het niet zo dat alles bij één partij hoeft te liggen. Wat je wel ziet is dat, kijk, wij kunnen wel een workspace aanbieden, maar die moet ook veilig zijn. Dus het is gewoon ook een onderdeel van je aanbieding. Is natuurlijk wel dat je daarbinnen, dus het moet en snel zijn en veilig zijn. Het moet op een juiste plek, moet je data staan. Het moet gebackupt worden. Dus het heeft natuurlijk wel een bredere verantwoording. Ja. Je zei net, ik werk al 12 jaar in die sector. Je praat er ook met heel veel enthousiasme over. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ik hou heel erg van de qua IT, dat zijn toch een beetje ene en nullen. En dat past op zich wel. Ik ben ook wel strak in bijvoorbeeld een deadline. En, dus dat wereldje staat mij ook heel erg. En ik heb altijd wel affiniteit met IT gehad. Dus dat past goed. Ja, het is daarover wat vind je leuk. Maar wanneer word je blij van je werk? Nou, wat heb je dan gedaan? Kijk, ik hou heel erg van efficiëntie en van processen en structuren die goed in elkaar overlopen. En als ik bijvoorbeeld met mijn man in een restaurant zit en ik zit daar zo lekker te eten, dan zie ik van alles wat gebeurt wat efficiënter kan. En, iemand ben je. Ja, zo iemand ben ik. En dan zegt mijn man van Marijk. Rustig aan. Ja, maar wat ik wel, kijk, en waar ik dat eerst vooral zelf deed, weet ik nu, want weet je, we moeten dat echt samen doen. En ik vind juist dat samenwerken heel erg belangrijk. Ja. En als je dan zegt van ja, waar word je blij van? Incidenten zijn nooit leuk. Hè? Want dan is er iets niet wat niet werkt. Maar als je met elkaar, met je team, aan zo'n incident aan het werken bent, en je bent dat hele weekend ben je bezig ben je aan het werk om iets in de lucht te houden. Nou, dan die maandag dat je met elkaar op kantoor bent, er zijn geen betere klanten, teambuildingen dan incidenten. Ja. Maar je hebt ze natuurlijk liever niet te vaak. Maar, als je gewoon met elkaar dat bereikt, dat is... Als je nou een voorspelling zou moeten doen waar een bedrijf als dat van jullie... ook als ik even kijk naar de grote trends, hè, dus je ziet dat de jullie noemen dat geloof ik de public clouds, dus de Amazons en de Azures van deze wereld echt mega groot aan het worden zijn. Ja. Dat er allerlei toepassingen ook komen die bijna niet meer te draaien zijn op lokale platformen. Noem kunstmatige intelligentie, waar natuurlijk veel rekenkracht voor nodig is. Hoe kijk jij naar de toekomst van jullie sector? Waar staan jullie over 5 jaar? Nou, dat is de vraag. Ja, nou kijk, het gaat gewoon naar SaaS. En SaaS is zoveel als afnemen per wat je gebruikt, zeg maar. Dus pay as you go, zeg maar. Dus dat kan je aan- en uitzetten wanneer je het ook daadwerkelijk gebruikt. Per maand opzichtbaar, we kennen precies, en waar je het vroeger allemaal vooraf kocht, kun je het nu... Hardware, neem je nu alleen de service af. Ja, dat is dat neem je dus af per... Nou, daar gaat alles naartoe. Dat geldt niet kunnen alleen... Kunnen jullie daar een rol in spelen? Ja, wij spelen daar een rol in. Dat gebeurt nu al en er zijn ontzettend veel dingen. Maar dan als intermediair tussen de klant... Ja. En de platformen? Is dat waar je rol zit? Ja. Want je gebruikt dan eigenlijk die platformen die Roeland noemt. Ja, dus wij gebruiken die public cloud om uiteindelijk precies hetzelfde te doen wat we vroeger met hardware in een datacenter on-premise dus deden. Dat gebeurt dus nu vanuit die Azure. En je haalde net aan, dat kan je ook zelf. Ja, dat klopt. Je komt een eindje. Maar de echte expertise en het echte efficiëntievoordeel eruit te halen, dat kostefficiënt te doen, dat performance efficiënt te doen, dat ook beheerbaar te houden, dat als je groeit of juist ook te kijken dat als je een applicatie 's nachts niet gebruikt, dat je hem uitzet, dat je alle functionaliteiten gebruikt die voor jullie die rust zouden kunnen brengen om je eigen focus te kunnen houden. Maar even terug naar de vraag, beschrijf dan die rol van jullie over 5 jaar en vergelijk het eens met nu. Welke kant gaat dat op? De rol blijft hetzelfde, maar wel op een andere technologie. En dat gaat meer naar die versazing. En waarin wij dus eigenlijk die regisseur daartussen zijn. Ja. Helder.
Johan Schaap vraagt, is het met alle security eisen nog leuk om in deze business te zitten? Want dat, die, ja. dat zware ja, business, hè? Ja. En jullie moeten 99,7% moet alles moet werken. Ja, dat, is, dat is de uptime inderdaad, dus ja. dat is de beschikbaarheid. Ja, ja. Dat is nog misschien eenvoudiger. Nou, er was een tijd dat, dat zaken rondom Patriot Act en dergelijke heel erg opspeelden. Dat waren hele lastige discussies, die zijn inmiddels wat meer afgezwakt. Kijk, is het leuk om met al de security eisen en AVG en GDPR en dat soort zaken te werken? Het zijn regels en daar moet je je aan houden. En ja, het is gewoon gegeven, zeg je. Ja, ja. ja en je, het wordt er niet moeilijker van. Het is niet dat het... Het verandert en dat wordt weer meegenomen. En dat was 10 jaar geleden ook al zo. Ja. ja. En wat hebben jullie te maken met de overheid, zeg maar? Meekijkende overheid of een overheid die meer van jullie vraagt? Ja, je werkt voor de overheid natuurlijk, maar... is onderwijs is dat formeel ook al? Ja, semi, maar... Semi-overheid, ja, we hebben daar niet we hebben daar niet extra wetgeving of dat, nee. dat zijn... Er zijn een aantal eisen en daar voldoe je aan. Ja. ja. En als ik nu naar jullie... Ik ben een school en ik ga naar jullie website... Hebben jullie dan ook pakketten? Moet ik het ook zo voor me zien? Dat je een pakket hebt voor gemeenten tot zoveel inwoners, school met zoveel leerlingen. Zo werkt SaaS natuurlijk ook vaak. Ja, nou een heel groot gedeelte is gewoon maatwerk. Dus dat is afhankelijk aan op welke manier, welke ja. eisen wie ook stelt. Er is ook een gedeelte, is wel, er zijn bijvoorbeeld een aantal voordelen als het gaat om licenties en dergelijke die je kan hebben als je non-for-profit bent of op de, in de verschillende sectoren zijn daar wel voordelen in te behalen en die kennen wij daar bijvoorbeeld ook weer heel erg goed in. Dus dan kan je ook op die manier wel kunnen wij daar een mooie rol in spelen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Vind ik wel, ja. Wat als jij nou op een... behalve dat je mensen rust geeft. Als je nou op een feestje bent. Mensen vragen, wat doe je nou? Wat zeg ja. je dan? Ja, ja dat is altijd lastig om uit te leggen. Dat is wel lastig, toch? Ja, dat wij snappen nog een beetje wat jullie zeggen. Het is makkelijker om te zeggen dat je hier gewoon zit te interviewen. Ja, we stellen gewoon mensen vragen. Dat snapt iedereen. En die geven dan antwoorden. Ja, dat is ik zeg voornamelijk dat wij bezig zijn met werkplekken. En dat is natuurlijk wel... Iedereen heeft op zijn werk wel te maken met een laptop, met een licentie die hij heeft voor zijn mailprogramma. Maar eigenlijk ben jij iets aan het doen, nou, dat maakt het denk ik zo complexer van. Want dat onzichtbaar is. Daarom, als het goed gaat, dan hebben die mensen er niks mee te maken. Nee, klopt, ja. Dus, en dus over het algemeen is er wel een bepaald idee over interne IT. Hè? Daar hebben mensen toch vaak wel een mening over. Mening over, dus, ja. Dat is ook niet altijd het leukste onderwerp op een feestje. Nee. maar inderdaad, en als ze er geen mening over hebben, dan heb je ook nergens over te praten. Want als het goed gaat, is het onzichtbaar. Nou, en dat is juist ook waarom... want het is een ontzettend leuke business om in te werken. En het is dus... over het algemeen kan ik er wel met veel passie genoeg over vertellen, ook tijdens een feestje. Ja, maar is het nu zo dat je, dat jullie afdeling sales, zeg maar, is het makkelijkste moment voor jullie als er een probleem is, zeg maar? Weet je, als je hier komt ergens en het loopt allemaal net niet lekker. Wanneer halen jullie je klanten binnen? Uiteindelijk, een groot gedeelte gaat via aanbestedingen. Dus dan heb je één keer zoveel tijd, wordt een aanbesteding uitgeschreven en daar schrijven wij op in. Uiteindelijk komt het altijd wel voort uit een stukje onvrede die er is over of een bestaande situatie. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat een klant een eigen interne beheerorganisatie heeft, maar er gaan wat mensen weg en dan weten ze niet zo goed hoe ze het moeten opvangen. Ja. Wij noemen dat dan eerste generatie outsourcing en die dan voor het eerst. Dat zijn natuurlijk, daar kan je wel meteen een goede start maken van, nou, we willen het op die manier, we denken dat dit voor jullie het beste werkt, we kunnen het in fases doen en dan kan je ze helemaal meenemen. Dat is natuurlijk wel... Dat moet wel heel erg helpen voor jullie dat je 30 jaar bestaat, hè? Want dat geeft mensen ja, ook vertrouwen rust, en ook rust. Ja, ja, ja. ja.
Ja. Want dat lijkt me namelijk nogal, dat is nogal een lastige. Want je kan overstappen naar een nieuw systeem en dan denk je, bestaat het volgend jaar nog? Kijk, verwachtingsmanagement is altijd natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Je moet ook nooit verwachten dat je in het eerste jaar dat je nooit een gesprek hebt over, oh, maar ik dacht dat, weet je, dat zo werkt het ook. Maar dat is ook partnership, je bouwt dat op. Ja. Weet je, in het begin van je relatie heb je ook, moet je ook even aan elkaar wennen. En, oh, doe jij dat zo? Nou, dus en hoe duidelijker je daarover bent en hoe duidelijker je dat ook uitspreekt. En dan kan je echt dat partnership in. Ja. En dan kan je dat ook weer samen gaan doen. Hey, want het, zoals wij de SaaS, de consumer SaaS die wij kennen, die belooft je natuurlijk eigenlijk altijd. Je kan elke maand weer stoppen. Ja. Je betaalt een tientje per maand of misschien 100 per maand. Dat maakt niet uit. Maar jullie gaan, ik bedoel, dat zou bij jullie waarschijnlijk theoretisch kunnen, maar jullie gaan voor lange termijn. Wij gaan voor lange termijn relaties. En over het algemeen, als je. Kijk, waarom zou je overstappen als het je rust brengt? Ja. Nou ja, goedkope rust is nog beter dan dure rust. Dat weet je pas. Als je het hebt. Ja. Dus dat is ook de kracht van jullie. Als je eenmaal mensen binnen hebt en jullie zorgen ervoor dat ze gewoon blij zijn. Nou ja, kijk, we zeggen altijd, we moeten vandaag werken, maar ook morgen. Ook dat stuk van innovatie moet mee. Je moet wel ook meegroeien met je klant. Dat is natuurlijk ook wel een... En daarvoor moet je ook wel in gesprek zijn. En dat stuk van partnership is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de business. Nou, dankjewel en veel succes met jullie verdere werkzaamheden. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken natuurlijk. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. Freedom Lab voor de gastvrijheid. En Bier & Co. voor de biertjes. We zijn er iedere dinsdagavond. Het is ons 10e seizoen. Volgende week zijn we er weer. Dag.